Hartelijk welkom iedereen. Wij treffen elkaar hier vanavond bij Lize van Dunief. Want na de triestige kluizenaarsdagen die Stan beleefde nadat Anneke hem dumpte, lijkt hij opnieuw te kiezen voor een leven met andere mensen erin. Ja, hij is vandaag op zoek naar één ding en dat is de liefde. Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat hij die aan deze tafel hier kan vinden. Lize had hem nogthans een feestje beloofd, maar dit is duidelijk een etentje voor koppels. En Stan is de enige solospeler. Van het vijfde wiel aan de wagen gesproken. Ah, ja, maar vertel eens dat verhaal van die olifant. Ah ja. Ja, ja, in Tanzania. Ja, 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 ja. Oeh, Stan, waar blijft je? Voilà, wie is dat daar? Is hij single? Ja. Kom maar af dan. En pakt wat drank mee. Hij weet dus wat hem deze match te doen staat. De fles wijn die hij meenam naar het etentje recupereren voor het feestje. En we zijn vertrokken. Ja, ik denk, Laura, dat hij een plan is aan het bedenken nu. Nu, je vraagt je wel af waarom hij niet gewoon beslist om een nieuwe fles wijn te gaan kopen in de nachtwinkel. Is hij dan zo gierig, onze Stan? Nee, 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 nee. Er is wel degelijk een logistieke kwestie die hem hier parten speelt. Kijk, tussen zijn huidige locatie en het speelterrein waar hij naartoe wil, is met de beste wil van de wereld geen nachtwinkel te vinden. De dichtstbijzijnde nachtwinkel is 3 kilometer hier vandaan. Ja, dat is ver, want hij is natuurlijk te voet, onze Stan, omdat hij na een gênante valpartij nog niet zo lang geleden beslist heeft om nooit meer dronken te fietsen. Zeg, zou ik even de wijn mogen eens... En hij gaat er gewoon voor, recht op zijn doel af. Ja, ja. En het lukt hem, de fles is al bij hem. Oh, wat een snelheid. Dit moet een record zijn, denk ik toch. Ja, ja. Hij straalt hier een zelfvertrouwen uit dat we al een hele lange tijd niet meer van hem hebben gezien. Klopt, Laura. Het is een welgekomen frisse wind na die weken van huilen voor de spiegel en meezingen met Taylor Swift begot. De vraag is natuurlijk, kan hij deze attitude vasthouden? De prijzen worden pas uitgedeeld bij de finish. Ja? Hij heeft pas gewonnen als de fles effectief in zijn zak zit, onderweg naar buiten. Trouwens... Zou zijn onomwonden tactiek ook niet in zijn nadeel hebben kunnen spelen? Ja, eens kijken. Dat is dus wat ik bedoel, hè. Door het glas in de lucht te heffen, ja, geeft hij de indruk dat hij die wijn meteen wil drinken. Wat een goede manier is om die fles tot bij hem te krijgen. Toch? Maar het is net de aandacht op die fles die het heel moeilijk gaat maken om er zomaar mee naar buiten te wandelen. Ja, 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 ja. Nee, daar heb je punt, Laura, dank u. Zal ik die even openmaken? Oei, 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 nu zitten we in de problemen. Nee, nee, ça va, merci. Ouais, moest jij nu geen wijn hebben? Nee. Jawel. Maar die fles die is nog niet leeg. Oef, oké. Het ergste scenario hebben we voorlopig kunnen vermijden. De fles wordt niet geopend. Yes. Hoe is die van u? Wat? Van mij? Ah, ja, ik heb die wel meegenomen, maar ik denk niet dat we hier vanavond gaan doen wat dat van u is en wat van mij. Ja, maar wacht eens. Ik zou dat misschien toch wel eens even willen bespreken. Ik zou graag hebben dat onze avondjes zo correct mogelijk verlopen, want anders eindigt dat toch altijd weer een complete chaos. Hè? Oh, ja, 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 ja. Allee, bijvoorbeeld juist, ik heb zo van die, van, 5 van die nacho dipjes met guacamole gegeten, maar ik mocht dat, want ik had gezien dat jij 5 kaasblokjes van mij had gegeten, dus dat is dat correct. Ah ja, uiteraard, ja. Ja, ja, nee, stop. Maar allee, hier, schenkt in, jong. Ja, op mijn wijn dan ook. Op je wijn, hè. Santé. Ja, santé. Allemaal goed en wel. Hij klinkt hier mee, maar dit gesprekje bevestigt nog maar eens het feit dat de fles wijn die Stan meebracht niet meer van hem is. Het zal nu niet lang meer duren, Laura, voor ze hier geofferd wordt voor het groepsplezier. Bon, ik ga stilletjes zien. Hè. En hij neemt afscheid. Ja. Goed, goed, goed. Hoe zijn jij al weg? Ja, ik moet naar een feestje in het centrum. Zonder fles wijn? Gooit hij de hand ook nu al in de ring? Ik weet het niet. Ga je naar dat feestje met die Quinten of wat? Ja, die had mij daarnet gebeld. Hoe zag er wel leuk uit. Het is blijkbaar ook BYOB. Maar ik heb geen eigen drank meer. Dus ik hoop dat ze mij gaan binnenlaten. BYOB? Laura, dat betekent bring your own booze. Dus Stan moet zijn eigen drank meenemen? Ja, ik weet wat het betekent. Ik ga ook wel eens naar een feestje. Al ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Als je als enige zonder drank binnenkomt, dan zijn ze zo direct de loser. Allee, dit is nu toch niet subtiel, Laura. Dit ligt er toch vingerdik op. Mm. Denkt het nu niet dat die gewoon al blij gaan zijn dat jij dat zei? Ja, als u daarop afrekenen, dan zijn het geen goede vrienden, hè. Blijf dan eens gewoon hier. Ja, maar ik had dat eigenlijk al beloofd. Ja,
misschien is het zo slecht dat die mannen niet nog meer drank op hun feestjes hebben. Hè? Die gaan er altijd zo los over. Je doet dat toch ook niet meer graag eens dan? Ah, nee, maar dat is ook niet mijn ding, hoor. Ja, en al plus, het is morgen werkendag en je weet wat ze zeggen, hè? 'S avonds grote Jan, 's morgens kleine man. Ja. Heb ik dat nu goed gehoord? Hoor ik nu juist een 26-jarige zeggen 's avonds grote Jan, 's morgens kleine man? Echt, daar kan ik nu zo klerig van worden, hè? Dat doet er nu toch niet? Een jonge mens zo al bolig principieels en ik krijg er echt een wubbe van. Goed. Merci voor de uitnodiging en tot de volgende keer. Ciao. Ja. Het was een solide poging, maar helaas, hij druipt af naar het feest zonder alcohol. Ha, maar kijk. Dit is een duidelijke indicatie dat de sfeer er op het feest al zeer goed in zit. Ik zou zelfs durven zeggen, het is Genk. En hier zien we 1, 2, 3 spellingsfouten op een bericht van 7 woorden. Ja, de match is hier gespeeld, Laura. Ja. Ja. Op naar het volgende feestje, op zoek naar een nieuwe uitdaging. En dan kan hij eindelijk beginnen aan de ware opdracht van vandaag. Een lief vinden. En hij staat terug in de eetkamer. Hè? Ja, sorry, ik voel me ineens schuldig dat ik niet had geholpen met opruimen. Om op te ruimen, blijkbaar? Pak die fles even. Wacht. Die zogenaamd spontane opruimactie dient niet alleen om zijn geweten te sussen. Zet hij hier de wedstrijd nog naar zijn hand? Ja. Kijk, hij heeft al 2 lege wijnflessen vast. Dan gaat het niet opvallen dat de derde nog vol is. Inderdaad, Laura. Onze man lijkt te slagen in zijn ultieme poging. En gelukkig maar, want zonder drank aankomen op het feestje zou het toch gênant zijn geweest. En sta je daar drinkbekend als die gierige naap zonder fles. Het is nu niet bepaald de eerste indruk die je wil maken bij een potentiële partner. Het moment van de waarheid nu. Deze is ook leeg. Nee. Merci, hè. Oh, en hij wordt afgeplokt. Oh. Ongelooflijk. Ja, heb je dat nu gehoord? Merci, hè. Ja. Beseft ze eigenlijk wel wat ze heeft aangericht? Verdomme toch. Oh. Ja, en hier zien we het weer. Oh. Hij is millimeters verwijderd van de overwinning en dan op het laatste moment wordt hij vertrappeld door een chocoladeolifant. Maar Laura, dit hoeft niet het einde van de aanval te zijn. Dat is het geniale aan deze tactiek. Het geeft hem de kans om nog een aantal keren heen en weer te dribbelen. Ja, want kijk, daar komt hij weer. Zijn handen volledig vrij, klaar voor een nieuwe poging. Kaas dan. Dus, gaat dat er gewoon op? Nee. De fles is open. Zalig, Mina, heb je dat gezien? Dat wil ik dus voor mijn verjaardag. Amai. Ja, nu is de crisis totaal, hè, Laura. Kijk, de fles wordt uitgeschonken en opgedronken. Oh, de kostbare druppels die onze man vanavond aan een lief hadden moeten helpen, worden nu achter ons opgedronken door mensen die zich al lang geleden van een partner hebben verzekerd. Schoon, hè? Oh. Ja. Kijk, het is dit idiote gadget dat onze avond te graven draagt. Oh. Ja, dat is idioot, toch? Hè? Maar wie koopt zoiets? Ja. Dat verstaat hij nu toch niet? Nee. Alles wijst erop dat we op een nederlaag afstevenen. Als hij niet met alcohol op het feest kan opdagen, dan is het misschien beter dat hij de eer aan zichzelf houdt. En ja, forfait heeft. Ja. En pakt wat drank mee. Wat is hij van plan? Wat gaat hij doen? Zeg, Lize, zou ik misschien een flesje wijn aan u mogen lenen? Ik ben volgende keer zeker een nieuwe mee. Ah, maar zo kan het natuurlijk ook, hè. We zien hem hier zonder gijnen en zonder omwegen gewoon een fles wijn vragen. Mm-hmm. Maar ja, tuurlijk, geen probleem. En het lukt. Hij krijgt gewoon een positieve respons. Dit is echt een speler die van zijn zwaktes en sterktes weet te maken. Absoluut. Ja, hier onderscheidt hij zich van de rest. Ah, nee. Ik heb geen wijn meer. Oh, nee. Geen een druppel wijn meer in huis. Allee, jongens. Niks van alcohol. Alleen nog één fles cognac. Jongens, toch. Oh. Sorry. Ah, maar nee, ze was, dat is niet erg. Wacht, hij geeft nog niet op. Zijn ogen staan nog steeds gericht op de fles cognac. Ja, er is dan wel geen wijn meer, maar die fles vloeibaar goud kan natuurlijk even goed dienen. Is misschien zelfs nog beter. Maar zou hij het wel riskeren om zo'n dure fles te stelen? Dat is op zijn zachtst gezegd risky business, Gert. Ja, maar dat lijkt toch wel het plan, hoor. Kijk, hij gaat ervoor. Bon, wie heeft de goesting om van mij te verliezen? Oh, allee. En een mogelijke spelbederver komt het veld op. Heb jij geen goesting om van mij te verliezen? Ja.
Nee, ik ging juist vertrekken eigenlijk. Ja, ik kan dat nu wel zeggen dat hij gaat vertrekken, maar hoe gaat hij dat klaarspelen zonder betrapt te worden? Goed. Wie speelt er tegen wie? De mannen tegen de vrouwen misschien? Zeg, dat is niet woke, Youssef. Ja, en alle spelers staan nu op het veld. Dit is, hoe zal ik het zeggen, dit ziet er toch niet echt geweldig uit, hè, Laura? Alle looplijnen van Stan zijn nu afgesneden. Goed. Ja, Louis, merci voor de uitnodiging. Hè. Tot de volgende, man. En we zien dat Stan besluit om onverrichter zaken te vertrekken. Ja, Laura, hij verlaat nu wel het etentje op een waardige manier, maar dit voelt toch ook een beetje aan als een gemiste kans. Hij vertrekt nu met lege handen. Kijk, hij slaat hier links af. Dat betekent dat Stan naar huis gaat in plaats van naar het feestje. Oh, dit is toch wel een zwaar teleurstellend verlies dat hij leidt vandaag. Maar waarom gaat hij nu naar de garage? De fles cognac. Hè? Hoe komt die daar? Oh, wat een meesterlijke zet. Ja, maar dit is zijn kans om het af te maken. Absoluut. Oh, nee, nee, nee. Het raam is dan toch precies iets hoger dan hij had gedacht, want hij kan er net niet aan. Oh, komt hij zoals al zo vaak gebeurde in het verleden, Laura, te kort in lengte. Tja, ja, daar lijkt het wel op. Oh. Ja, hij is betrapt. Hij is betrapt. Hey. Hulp nodig? Misschien kan ik er wel aan, als je mij een zetje geeft. Ja, Gert, ik vraag me eigenlijk af of wij hier wel degelijk een handlanger hebben gevonden. Oké. Daar lijkt het toch wel op, hè, Laura? Ja. En als ik me niet vergis, is deze handlanger ook nog eens totale type van Stan. Je bedoelt knap en een vrouw? Exact. Maar wat een twist, toch? Ja. Ja, wij hadden gewoon gehoopt dat een flesje drank Stan zou helpen in contact te komen met meisjes. Maar dit overstijgt al onze verwachtingen. Oh, Laura. Op zijn eentje lukte het. Nee, maar misschien kan deze geweldige jonge dame zijn tekortkomingen aanvullen. Ze doet in ieder geval haar stinkende best om de fles te bereiken. Oké, nog een beetje. Stam? Zou jij nu echt drank aan het pikken? Nee, we gaan die gewoon even lenen. We brengen ze snel terug. Sorry. Denk, Laura, dat Stans vriendschap met Lize en haar groepje een tikje heeft gekregen. Maar wat maakt het uit? Met deze ontmoeting promoveren we sowieso naar een hogere klasse en we kijken al uit naar een nieuwe match. Tot de volgende! Wat is je naam? Mijn naam is Eva. Ah, Eva. Ja.